Hier van al bij elkaar de muurschildering van onze hulzel Willem te onthullen. De Stichting Ondernemen met Cultuur heeft dag. Nou, cultuur, nou, dat hoort aan het horen. We zijn al jaren bezig om hier een nieuw gebouw te krijgen. Nou, het zit er nog uit dat nou ook gaat komen. Nou ja, niet hier aan deze kant, maar aan de Spoorstraten. Hier gaat ze nog hele mooie winkels maken. Dus wie vonden eigenlijk hulzel Willem, cultuur, dan hoort op de plek waar cultuur gaat komen. Maar zou je denken, ja, dan een pruttel dan gaat van de zakken. Nou, dat klopt. En daar hoppen we, maar daarom hebben we ook een panelen maken, zodat we weg kunt halen en ergens anders op kunt hangen. Dan wil ik nog gerne de wetholder nog weer aanhalen om een toespraak te houden. Hulzel Willem was als persoon zeer geliefd. Hij was veerhandelaar, maar met name bekend als schrijver, dichter en verteller. En ook vooral bekend om zijn vele toneelstukken. Ik doe mijn voordrachten vanavond dan ook speciaal voor Hulzel Willem in het dialect, in het plat. Want Willem was een gepassioneerd liefhebber van onze streektaal. En trouwens ook van Kotten, want hij komt uit Kotten. En daarom is het ook hartstikke mooi dat Concordia er vanavond bij is en ook Toep. Mooi dat jullie er bent. In 1984 brachten we een beurske uit, Verskes van Willem. Ook even een cd u er bracht. Ik neem aan dat jullie bijna allemaal boterham met spek wat kent. Want als jullie het kent, dan hoef ik het vanavond niet te zingen. Hij heeft ook de tekst geschreven van het liedje Wenters, een ware ode aan hun dorp. Willem heeft een enorm cultureel erfgoed. Want dit is niet de eerste plek waar Willem blijvend wordt vastgelegd. Bij de Pronsweide is het afgelopen jaar een mooi bronzen beeld onthuld. Want door trad ze met regelmaat op. Wie eert Hulzel Willem vandaag op deze plekken? Op de vooravond van het Midsommer Mondriaan Festival. Ik zit in de Bietenblazerkapel in Harvel. Met de carnaval, dan was het door gebruikelijk al een buitenavond aan, verschillende buitenavonden. En door Hulzel Willem ook regelmatig de gasten geweest. Vandoor dat ik hem ook nog kende in boterham met spek, heeft het door ook voorgedragen. Ja, dan is het met alles wat Willem heeft geschreven, wat gooi je eraan van schilderen? Ja, als ik aan Winterswijk denk, maar ook aan Kotten, dan denk ik toch met Winterswijk vooral aan het buitengebied. En dat is zonder slijmerijen, want Winterswijk als gemeente heeft misschien wat mooiste buitengebied van heel Nederland. Ik kan komen waar ik wil. Maar het landschap past me hier gewoon fantastisch. Ik maak de volle schilderijen van en die vindt hun weg eigenlijk in heel Nederland, maar ook wel over de grenzen. Dus Winterswijk doet internationaal zelfs ook gewoon goed. Thank you.